Zo, nou, typisch Noord-Hollands dit. Een straat met een fietser, een scooter. Nou, we gaan nog steeds rechtdoor. Verkeersbord met een fiets erop. Ik weet niet wat dat betekent. Want, ja. Nou, we gaan nu een verkeersdrempel op. Daar zie je twee fietsers rechts. Links een oud vrouwtje. Links een auto. We gaan naar zee. Oh, links zie je allemaal huizen van baksteen. Nou, en hier is de weg weer. Weer een fietser. Blijf thuis, samen tegen corona. Goedemorgen, ik ben wakker. Even douchen, want we gaan zo naar een konijn toe. Maar eerst even een eitje pakken. A few moments later. Zo. Eitje eten. Mooi. Flashback. En nu ja, ligt het kind op bed en nu moeten wij tekeningen voor hem maken. Voor mij hoort dat andersom. Ik heb een beetje ja, Anne als voorbeeld gebruikt met een konijnenhoofd. Het is inmiddels in het hols van de nacht en we hebben een hele voorraad tekeningen gemaakt voor Amia. Even morgen wat te kleuren. En een flashback. Nou, toen ik vanochtend beneden kwam, was er al volop gekleurd aan de tekeningen. Dat is toch leuk? Kijk. Was een kind zo blij. Zo, we zijn onderweg naar het konijn. Dit is een vrouwtje. Dit is een vrouwtje, Min. En die bruine. Oh, een van de bruine is een vrouwtje. Of zijn ze allebei vrouwtje? Nee. Die ene is ook al gereserveerd. Dat is een mannetje. Oké. Okay. Deze liefst helemaal oortjes plat. Hé, hey, knijntjes. Vind je deze leuk? Ja. Of een zwarte? Deze. Ik vind het mooi, een beetje een rood achter. Ja, mooi hè? Ja. Wat lief. Zo mensen, we zijn ook even langs de supermarkt gereden, want ik kom er vanochtend gewoon achter dat dat konijn geen koffie drinkt. Dus ik heb, ik moet de andere kant hebben, dus ik heb even koffie gehaald. Nou hard aan toe, want ik voel me niet helemaal af nog. Nescafé mokka, oh lekker zeg. Nou, normaal heb ik altijd Nescafé espresso, maar die hadden ze niet. Ik moet echt een bakje koffie hebben altijd. Nu begin ik weer normaal te worden. Oké, mensen, ik doe even mijn schoenen uit. Jullie denken waarom? Nou, daarom. Ik ga even op de trampoline springen. Mooi weer, lekker gegeten gisteren en zo. Ik weet niet hoe dat open moet. Hoe moet dat open? Moet ik er gewoon doorheen kruipen? Oké. Jeetje, Mina. Mies, je bent veel te zwaar, hè? Val wel mee hoor, ik ben 73 kilo. Oké, mensen, ik moet oppassen, anders word ik gelanceerd over het schuurdak. En dan lig ik bij Henk en Koopje in de tuin. Hallo, buren. Ik ga even tegen me. Dit is grappig, niet? Ik ga even de camera even pakken. Ik geef hem wel even aan, mam. Ja, hij staat gewoon nog te filmen, ja? Ja. Hij staat gewoon nog te filmen, hoor. Ja mensen, ik ga gewoon lekker naar buiten man, lekker leven. Mooi weer. Nee. Dan moet je zaaltoutje maken. Sorry? Zaaltoutje maken. Ah, dat kan ik niet man, nee dat doe ik niet. Maar ik spring zo over dat ding zo naar die camera toe. Ik daag je uit. Nee. Wat de fuck was jij aan het doen? Nou, na dat springen op die trampoline gaan we nu richting het strand en we gaan naar een of ander speelpiratenschip. Kijk, maar groen mag je doorrijden. En ik zeg het even, ik had op de lagere school van mijn verkeersdiploma een 5 op de basisschool. Ik heb ook geen rijbewijs, gaan we ook niet doen, want ja, dat gaat helemaal niks worden. Bij rood moet je... geld van je spaarrekening op je betaalrekening zetten. Juist. En stoppen ook, als je in dit geval rood hebt. Als je bij een stoplicht staat? Ja.
Weer zo'n type die alle maatregelen gewoon negeert. We zijn weer terug, even Malibu cola en een peukie. Ik heb al voorbereid voor de quesadillas, dus ik ga zo koken. Ik heb echt heel erg veel trek. Oké, quesadillas. Ik heb van tevoren heb ik hier tomaat, rode ui, koriander en puntpaprika. Rode puntpaprika, zoals deze. En ik heb hier gesneden kipfilet. En ik heb al eens eerder een quesadilla video gemaakt. En klik even op de link die bovenin verschijnt, dan kun je die checken als je het leuk vindt. Die waren iets anders dan deze, maar ik vind het gewoon leuk om het nog een keer te laten zien. Ik heb hier tortillas klaar liggen. Eentje dan, hier ligt de rest. En die ga ik zo meteen, ga ik daar dat tomaat-uimengsel op doen. En de kip. En dan doe ik er nog een paar met jalapenos, scherpe pepers. Maar dat doen deze. Dus... En dan gaan ze in de oven, kaas erbij. Het zijn natuurlijk quesadillas en dan gaan we lekker eten. Ik denk dat de kip er wel in kan. Ja. Nou, even die kip bakken en dan kan ik het op de tortillas leggen, gooien, plaatsen. Ik heb geen idee, maar het gaat erop. Storten. Storten. Deponeren. Nou, de kip is klaar, dus ik ga... de quesadillas afmaken. Nou, dan doe ik de eerste met belegen goudse kaas. Nee, komt toch het gouden. Dan weer kaas. Weer een. En nu meteen snijden met de pizzasnijder. Maak hem gewoon mooie puntjes. Normaal bak ik ze altijd in de pan, mensen, maar ik ga het nu in de oven doen, dus maar het lukt wel. Ik ben benieuwd of ze dan ook bruin worden. Ik denk het wel. Ja, ik wilde ze eerst helemaal doen en toen achteraf en dan achteraf snijden, maar dit is makkelijker. Dan kan je meer kwijt volgens mij. Zo. Ruimte maken, dan doe ik er nog één. Of ik denk een halve, want het past niet anders. Dan doe ik pittig nog. Oké, dan maak ik nog even een halve, zeg maar, van deze hoeveelheid. En dan doe ik dan jalapenos erbij en dan gaan ze in de oven. Ja, mensen, sorry, ik ben zo druk bezig met filmen en eten maken dat ik de kip te vergeten tussen te doen. Jongen, jongen. En dan zit de kip dus op de kaas in plaats van andersom. Want dat is niet goed voor de quesadillas. Dus ik gooi er nog wat kaas op. Goed, we hebben de oven voorverwarmd op 160 graden. Kijken of dat lukt met één hand. De onderste rij zijn de pittige. Zo. Hey. Oh ja, ik wil zeggen. Nou, ik denk een minuutje of 10 of zo. Zo, ze zijn uit de oven. Het ruikt super lekker. Ik hoor het net ook al van boven dat ze zo lekker ruiken.
Auw, zo, die zijn heet. Kijk, ik heb hier wat een soort van, hoe heet dit? Kwakkemolen, toch? Nou, het is geen kwakkemolen, het heet meer Tex-Mex dip gewoon. Maar het is wel met kwakkemolen, misschien is het ook wel een beetje van dat. Een beetje crème fraîche, en dat is leuk om te vertellen, crème fraîche neutraliseert de peper. Dus mensen, als je heet eet, moet je nooit water drinken, maar melk of yoghurt of zo, drink yoghurt. Want van water wordt het alleen maar heter. Ja. Ja, goed gelukt. Ik heb een pittige. Ik ga meteen de video afsluiten, want ik ga na het eten naar huis. Ik moet om 7:58 de trein hebben. Dus allemaal bedankt voor het kijken. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Anne, super bedankt voor het leuke weekend. Ik zei het al eerder. Heerlijk. Lekker relaxed. En tot donderdag.